Het concept van de circulaire economie komt op vanuit de constatering dat we in de huidige omstandigheden met zoveel mensen op deze wereld, 7 miljard en zoveel productie, dat we eigenlijk onze natuurlijke hulpbronnen overbelasten, uitputten en vervuilen. En dat komt door de organisatie van onze economie, de lineaire processen. We graven dingen op of oogsten uit biologische bronnen, gebruiken die grondstoffen om daar producten van te maken of te verstoken. En wat we niet kunnen gebruiken, gooien we terug in de natuur. En dat is verspillend aan de voorkant en dat is vervuilend aan de achterkant. Nou, en dat heeft nu een niveau bereikt wat eigenlijk onhoudbaar is. Dat is unsustainable. En daarom gaan we op zoek naar manieren om efficiënter om te springen met de natuurlijke hulpbronnen en met de grondstoffen. En daar is dat concept voor circulaire economie voor bedacht. En waarbij we dus dan bijvoorbeeld met minerale grondstoffen zo werken dat we die verwerken in producten. En dat zodanig doen dat aan het einde van de levenscyclus van die producten de grondstoffen weer kunnen hergebruiken voor een volgende productcyclus. Dus dat wordt een circulair gebruik van die grondstoffen. En hetzelfde geldt voor biologische grondstoffen. Dat betekent dat we niet meer meer halen uit die biologische bronnen. Dus laten we zeggen zoetwaterbronnen of landbouwgronden of bossen of visvoorraden in de zee. Dan er jaarlijks bij groeit. En op die manier de productiviteit van die bronnen in stand houden. Dus we moeten ons zien in de toekomst als onderdeel van cycli, van circulaire processen, waar we als het ware uit oogsten en niet meer uithalen dan verantwoord is. Als je naar de financiële sector kijkt, wat heeft dat voor consequenties voor deze sector? Nou, de financiële sector krijgt eigenlijk zeg maar, zijn oude rol in een andere vorm. Dat wil zeggen financieren van die processen. Alleen omdat in sommige gevallen niet de eindgebruiker, de eigenaar zal zijn van die producten, maar alleen de gebruiker, verschuift als het ware de financieringsbehoefte naar de producent. En dan moet dus de producent worden gefinancierd in plaats van de eindgebruiker. En dat zullen we beleven met gebouwen, die veel meer waarschijnlijk geleased gaan worden in de toekomst. Dat zullen we gaan beleven met duurzame productiegoederen of consumptiegoederen. Dus op al die gebieden verschuift waarschijnlijk de financieringsvraag. En daarmee wordt het stabieler? Nou ja, een van de kenmerken van zo'n circulair georganiseerde economie en de processen daarbinnen is dat de relaties tussen spelers in een productketen veranderen. Die worden intensiever, je moet nauwer samenwerken. En juist doordat je nauwer moet samenwerken, ontstaat er minder ruimte, laat maar zeggen, om te speculeren. Ook om anderen, laat maar zeggen, een poot uit te trekken. En die relaties die zijn in het algemeen stabieler dan relaties waar tussen elke schakel in die keten een open markt zit. Het klinkt alsof de partners ook kleiner zullen worden van omvang. Het is allemaal te groot geworden. Ja, dat zal in sommige gevallen zeker zo zijn. Hè. Dus als je ziet de bedrijven die nu bezig zijn bijvoorbeeld met cradle to cradle, die organiseren zich vaak primair op regionale schaal. Hè. Want daar kun je die recycling van grondstoffen veel beter organiseren dan wanneer je met dat afval de hele wereld over moet gaan. Dus circulaire economie heeft als bijproduct, niet bedoeling, maar bijproduct, dat er in sommige gevallen ook een relocalisatie of regionalisatie van productieprocessen optreedt. Een prachtig voorbeeld daarvan is energie. Hè? Dus straks, als we steeds meer energie zelf gaan opwekken, opvangen met zonnepanelen en wind en andere mogelijkheden, biomassa, uit de stromen die er permanent zijn, dat is lokaal van karakter en dat vervangt straks de import van olie uit andere delen van de wereld. Hè? Dus die circulaire economie betekent ook meer, laten we zeggen, gevestigd zijn in lokale en regionale contexten.